er toch 2 gulden te veel over. Hoe kan dat nou toch? Nou, ik moet het stellen. 3 opschrijven, 6 onthouden. 4 en 3 is 7 en 2 is 9 en 9 is 18. En 5, ja, dat is toch 23. Oh, Guns, ik zal toch niemand tekort hebben gedaan? Dat kan ik me voor jou niet voorstellen, Saartje. Oh. Mij heb je tenminste nog nooit tekort gedaan. Meneer, u doet me schrikken. U kwam zo stil binnen. Ga verder met tellen. Je deed het zo ontzettend leuk, Saartje. Nou, wat is daar nou voor leuk aan, meneer? Saartje, jij telt met gevoel. Ach, Guns, ik heb toch niemand tekort gedaan. Ja, maar het kan best, meneer. Ja, hoe zou ik anders 2 gulden te veel overhouden? Weet je wat ik nou zou zeggen als ik 2 gulden over zou hebben? Oh. Dan zou ik zeggen, wat een bof, zomaar een heerlijk kistje sigaren verdient. Ja, maar ik rook geen sigaren, meneer. Maar hoe kom ik nou te weten wie ik tekort heb gedaan? Anders klopt mijn schriftje altijd. Nou, laat mij maar eens optellen, Saartje. Geen maar eens. Denk dus soms dat ik niet tellen kan. Saartje, waarom kijk je nou zo kwaad? Nou, goed. Telt u maar, meneer. En zal je me niet opeten als ik een vergissing maak, Saartje? Ik wou dat u dat deed, meneer. Nou, ja, nou meneer. Stil nou eens even, Saartje. Nou? Ja, stil nou eens even. Ik geloof dat je nog gelijk hebt ook. Die meneer. Lach niet te vroeg. Vertel eens, wat staat hier? Een 5 of een 3? Oh, dat moet een 3 zijn. Maar het is een 5. Dat bovenste streepje is niet altijd duidelijk. Die Saartje. Nou, ben je nou gerustgesteld? Het is een pak van mijn hart, meneer. Als het nou nog 2 centen waren geweest. Twee gulden was veel mooier geweest, Saartje. Voor 2 centen had je niet geroepen. Ach, ik heb toch niemand tekort gedaan. Snik, snik, snik. Oh, ik snikte helemaal niet, meneer. U maakt het nog mooier dan het is. Maar ik ben toch blij dat u de oplossing gevonden hebt. Oh ja, waar kwam ik eigenlijk ook alweer voor? Ja, Saartje, de notaris en zijn vrouw komen vanavond op bezoek. Wil jij om 8:30 de thee binnenbrengen? Ik geloof dat jij ook bezoek krijgt. Dan maar 2 keer thee inzetten. Oh, Sieber, zien we je weer eens een keer. Nou, meneer, dat is waar. Jongen, jongen, wat een wind buiten, zeg. Ik heb gewoon hier naartoe naar binnen geblazen. Is het weer gedaan in de gevulde, vergulde kip? Nee, Dries is weer beter. En de hulptroepen konden hier rukken. Ga je weer op stap? Nou, nee, meneer, nog lang niet, hoor. Dan moet het eerst een beetje lentiger worden. En dat zal nog wel eventjes duren. Nee, ik ga eerst even naar mijn huisje. Ben je er nog helemaal niet thuis geweest? Nee, wat had ik er te zoeken dan? Dan had je toch meteen met de grote voorjaarsschoonmaak. Oh, grote voorjaarsschoonmaak. Nou. Echt weer een vrouwenopmerking. Ja. Nou, daar hebt u nogal veel last van, meneer. Als uw kamer in de beurt is, dan zorgt u eerst dat u weg bent. Saartje heeft geloof ik iets tegen me vanavond. Nou, tot ziens, Wieber. Ja, dag, meneer. Vind je het fijn dat je naar je huisje kan gaan? En die landru is een vrouwenmoordenaar. Ja, het is waar. Al klinkt het wel wat raar. Nou, zeg, wat is dat nou voor een vreemd liedje? Ja, dat weet ik ook niet. Het schijnt een vreemd volkslied te zijn. En het wordt alleen maar gezongen op plechtige gelegenheden, zoals nu. Ga zitten. Ja. Ik vroeg je of je het fijn vindt dat je naar je huisje kunt gaan. Oh, Saar, eerlijk, ik moet je zeggen, heerlijk, hoor. Dat muffe keldersbak, nou, ik kon het niet meer lucht in zien. Maar je zag er anders wat knap uit in dat pakje. Nou ja, ruik eens. Ba, vies. Vies? Hooi, buitenlucht, vrijheid, blijheid. En daar ben ik voor in de wieg gelegd, Saar. Hoor eens, wat een storm. Ja. Oh. Dat is toch hagel ook? Ja, ja. En moet je daar nou vanavond nog doorheen? Nou, geef het niet, straks is het toch weer droog. Ja, maar ik heb eigenlijk niks bijzonders voor je. Alleen een lekker kopje soep. Nou, geef dus niks, Saar. Ik blijf ook niet zo lang, hoor. Ik blijf maar eventjes. Ik ben zo direct weer weg. Ja. Want ik moet ook nog even een malle fiet. Daar hebben we het ingestopt. Je kijkt of er een dode muis in zit. Wat zie je me nou? Een dode muis in de thee? Nee. Ik zei, je kijkt alsof er een dode muis in zit. Ben jij die dan gelaten? Wat dan? Die dode muis. Ah, man, klets toch niet. Ik zei gewoon, je kijkt alsof er een dode muis in zit. Maar ik heb helemaal geen dode muis gezien. Ach, Swip, wil je me nou niet begrijpen? Ik wou je net zo aardig verrassen. Verrassen? Ja. Wat je met verrassen is, je bent de grootste viesbuik van het hele dorp. Ja, man,
Wacht eens even, wacht eens even. Maar wacht eens even, ja, ik doe niet... Dat zit erin. Dit zit erin? Ja. Goed gebeet. Ja. Namensien, olie? Ah, nee, halve garen, dat is rum. Halve garen rum, waarvoor? Dat is voor de storm. Als je daar een schuitje van in je thee doet, dan kan je overal tegen. Tegen dode muizen ook? Ach, wat klet je nou toch met dode muizen? Jij klet er het eerst over. Nee, ik zei, jij keek alsof er een dode muis in zat. Maar hoe kijkt hij dan? Nou, zoiets van, Kijkt zo een dode muis? Ja. Nou, ik ben blij dat ik het weet. Dan kan ik zaterdag niet aankijken als een dode muis. Ze is toch zo bang voor muizen. Nou ja, dus je komt hier of neer dat je vond meteen niet lekker? Nee, verrukkelijk, zalig, maar een beetje anders. Zo, dus, die stijgen de storm thee. Ja. Nou, dan mag ik leiden dat we nog heel wat voorjaarstormpjes krijgen. Ja. Schiet er maar eens in, hé. Tegen de storm, hé. Ja, kan gebeuren, alsjeblieft. Beetje thee. Hey. Nou, wacht even. Beetje rum. Even opkijken. Nee, wat doe je nou? Ja, dat heb ik altijd met de storm. Dan schiet mijn hand een beetje uit. Nee, uitkijken. Nou, niet stoten. Een klein beetje nog. Zo. En niet schielijk drinken. Nee, opa. Ik zal erom denken. Proost, malle. Ja. Tegen de storm. Ja, proost. Wat zou je ervan zeggen? Als je eens domweg hier blijft slapen. Oké, goed, dan blijf ik. Dan ga ik morgenochtend meteen niet even in de boer mijn kippen en mijn geiten ophalen. Dan heb ik tenminste wat gezelschap als ik thuis kom. Jongen, jongen. Wat een eind. Zo, jongens, we zijn weer thuis. Nou, oh, voorzichtig. Wat gaan we nou? Ik slaap mijn huis in nood af. Als ik weg ga. Dat is vreemd, hoe kan ik nou? Begrijp er al nog niets van. Nou, jij bent een sukkel. Of ik ben een sukkel en jij bent een ziek. Nou, maar we zijn wel thuis. Kom op, we zijn je eventjes vastbinden. Ga met je mee. Kom. Op je eigen plekje. Hé? Lekker in je eigen plekje, bij het boompje. Twee. Hé? Nou, pardon, heb ik niet kwalijk. Zeg. Zik, als ik een beetje wil, moet ik mijn eigen ruiten nog ingooien om in mijn eigen huisje terecht te komen. Dat is helemaal een toepen, die begrijp ik. En zou het je misschien een beetje klemmen? Nee. Nou, daar begrijp ik niks van. Ik wil gewoon even een aanloop innemen. Kijk op zet. Beter werk. 1, 2, hup. Maar wat een alleraardigste verrassing. Als het onze beste vriend Swappertje niet is. Kom, Kereltje. Sta eens op. Kijk, koude billetjes op die stenen vloer. Zo, voorzichtig maar. Zo. Zo, gaan we eens lekker zitten. Ik ben niet thuis van, hè? Nee. Zo. Jij hier? Ja, ik hier. Ja, kennen we dus, Swappertje. Ja, kerel, dat is een lange tijd geleden. Hè? We hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Zij het ook onder andere omstandigheden op een andere plaats. Zo, is het jouw gewoonte om andermans huizen zomaar binnen te stormen? Lijkt me een zeer pijnlijke gewoonte, beste vriend. Wat krijgen we nou? Om andermans huis? Andermans huis? Nou, jij hebt lef, broer. Nee, niet die andere kameraad van je. Die man weet je ook weer. Pulkie. Pulkie bedoel je? Ja, nee, dit is Ulkie Pulkie niet, hoor. Dit is een andere kameraad van me. Dit is Lobbes. Een goedaardige goedzak met prachtige karakterkwaliteiten. Wat heeft hij daar te leggen? Nou, wat zeg je dat nu weer ontaardig? Zeg, hier, kijk. Hij heeft zijn beentje bezeerd. Kom eens hier, zijn beentje. Kijk eens, Lobbes heeft zijn beentje bezeerd. Ik heb hem wat rust voorgeschreven. Kijk maar. Zo, heb ik dat koude windsels om zijn enkeltje en hij is morgen weer het heertje, hè? Huh? Ja. Nou ja. Maar wat heb je hier dan te zoeken? Nou,
Gewoon waarschijnlijk hetzelfde wat jij hier zoekt. Een veilig onderdak. Maar dit is mijn huis. Jongetje, jij mag niet jokken. Daar houdt de professor helemaal niet van, hoor. Nee, jokken is namelijk ondeugend. Ik jok helemaal niet. Dit is mijn huis en je mag zo gauw mogelijk dat je wegkomt. Nog een beetje dreigen. Ook niet alleen jokken, maar ook dreigen. Swabbertje. Ik dacht dat jij zo'n prachtig karakter had. Dat val je me tegen, zeg ja. De wereld is slecht, zeer slecht. Je kletst. Toen je hier zo spontaan met de deur in huis kwam binnenvallen, had ik je nog met open armen willen ontvangen. Ja, vertel mij wat, dit heb ik gemerkt, hé. Maar ze waren zo wijd open dat ik er dwars doorheen vloog. Nou, kijk toch niet zo wraakzuchtig. Je moet ook niet proberen met je koppetje dwars door een deur te lopen, kerel. Ja, geloof mij dus niet, hè? Ja, wat moet ik dan geloven? Ja, dat dit mijn huis is. En dat... Zal ik je bewijzen? Ja. Nou, wacht eens even. Hierop. Hier, zie je die doos? Papieren, boodschappen, brieven, de telefoon, hier zo. Alsjeblieft, hier, bewaard. Dat is een brief van mijn beste vriendin, Saartje. Ja, lees maar. Ik heb geen geheimen. Beste Swiebertje. Meneer. Dit briefje wordt je gebracht door Piet van Dijk, omdat ik zelf geen tijd had om even langs te komen. Vriend. Hoe gaat het met je griep? En wat is er overgebleven nog van... Nee, daar heb je verder niets mee te maken met er nog verder in staat. Dat is goed begrepen, als je alleen maar goed begrijpt dat dit mijn huis is, heb ik van meneer de baron gekregen en daar mag ik in wonen. Nou jij. Ja. Tja, dat is interessant, zeg. Wat nou, hè? Wat nou? Je maakt het juist als de wiede weer gaat eruit komt. Weg, weet je. Nou, commandeer ik een keer. Ik zal open kaart met je spelen. Lovis en ik zitten hier, we rempel niet voor ons plezier, hoor. Er zijn namelijk momenten in een mensenleven dat je een noodsprong moet wagen. Bijvoorbeeld, als het onrecht je op de hielen zit. Als boosaardige wezens je vrijheid bedreigen. Als een dier in het nauw gedreven wordt. Maak het kort. Nou, kijk, vannacht woedde er een hevige storm. Hè? Maak het kort. Ja, maar tegen de ochtend begon ook dus de regen in stromen neer te dalen. Ja, ik moet je toch eventjes onze penibele situatie uitleggen, hè? Ja, kort. Goed, nou, Lobbes en ik sliepen namelijk onder een eenvoudig afdakje bij een schamele boerderij. Hè? En daar blies de storm ons al bijna weg. Maar toen de regen ons ook begon te overvallen, toen zochten we veiliger onderkomen. We holden naar de hooiberg. En onderweg daarheen hoorden we plotseling een gerinkel. En even later verschenen twee dreigende boerenmannen en riepen... Lieve tuig, ik zal je leren! Ja! Nou, wij stonden als aan de grond genageld. Tink. Met een dorsvlegel en met een mestvork stoven ze op ons af. Wij vluchten natuurlijk, hè. Wij wisten te ontkomen. Maar we wisten nog niet om het knippeltje te ontkomen. Gelukkig maar. Ja, wij vluchten het bos in. En daar struikelde Lobbes over een boomstroom en bezeerde zijn enkels. Kust! Nou, en toen plotseling, toen liepen we tegen dit huisje op. Boom? Ja. Kust! Wat? Nou, en het huisje was onbewoond, dat leek althans zo. En de deur was namelijk ook niet op slot. Nou, en alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. En daar zijn we nou. En waar? Nu wil jij ons weer als een stel straathonden de deur uitjagen. Terwijl misschien de veldwachter in het struweel op ons ligt te loeren. In het struweel de boschages ligt hij te loeren en ons wil inrekenen. Ja, nou, dat is toch vreselijk. Maar als jij het ons beveelt... Ja, natuurlijk! Nou ja, goed, dan moeten we natuurlijk wel. Hè. We zijn tenslotte geen geweldenaren. Nou ja, hoor je, Lobbes. Hé, deze goede man wijst ons de deur. We blijven verschoppelingen, professor. Ja. Maar het is mijn been, jouw been. Dan moet het. Ja. Dus jullie hebben een inbraak willen plegen in de boerderij. Wat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik dat knecht ben geweest, had ik jullie ook met een stok achter de broek gezeten. Reken maar. Inbrekers. Nou zeg, Potjan 3, hoor je dat, Lobbes? Ja. Hoor je dat? Die slapswieber is ook al zo'n kwaaddenker. Zo zijn de mensen, professor. Ja. En wij maar leien en leien onder de verdrukking van Swiepswabber. Jullie hebben dus niet... Mijn hand erop. Geen haar op ons hoofd koesterde zo'n laag bij de grondse gedachten. Platvloerse Swiepswab gedachten.
De ene mens is voor het geluk geboren, professor. Yes, yes. En de ander voor het ongeluk. Ja. Die ben jij zeker, die ander? Ja. Oh, ja. Nou, dan doen we goed. Dan kunnen jullie hier voorlopig blijven. Nou, ben je geweten als je me beduvelt? Wat een nobel en waardig besluit van jou. Hartelijk dank. Ik heb me niet in jou vergist. Hartelijk dank. Hoi dat we mogen blijven. Wij zijn blijven, je schip. Hiep, verschrift. Kunnen we zien, een beetje rustig. Goed, we zeuren niet verder. We zullen wel een slaapplaats inrichten. Inrichten, hier. Wat nu? Oh ja, eten. We moeten eten. Ja. Ja. De kippen. Een ogenblik. Ja, gooi me hier met zoete. En melk ik even, hè. En jullie? Drie dubbel zoveel eieren leggen. We hebben gasten binnen. Kostelijk. Zo, dat is dat. En boer Struik, u mist niets, hè? Nou, dat zei ik al, veldwachter. We hoorden dat die ruit was ingegooid. Ruit ingegooid. Mijn knecht en ik stoven naar buiten. We zagen die twee kerels die meteen de benen namen. Wij renden ze achterna, maar ze verscholen zich in het bos. In het bos? Ja. Dus de kans bestaat dat de... Dat ze zich ergens verstopt houden in het bos? Ja, natuurlijk. Zeg, boer Struik, kan jij hun uiterlijk ook beschrijven? Ja, dan vraag je wat. Het was al bijna donker. Ja? Ik weet alleen dat er één een hoge hoed op had. Hoge hoed? Een magere man. Mager? De andere was een dikzak. Dikzak, zo. Waren het zwervers? Ja, hoe zou je ze anders moeten noemen? Indianen misschien? Of Eskimo's? Zeg, boer Struik, van dergelijke opmerkingen ben ik niet gediend. Begrijp je dat? Ja. Ah, meneer de burgemeester. Zo, Struik. Al van de schrik bekomen? Nou, mijn knecht en ik hebben die kerels meer schrik aangejaagd dan zij mij. Dus er is niets gestolen? Oh, maar daar hebben die kerels geen tijd voor gehad, burgemeester. Nou, dan stap ik maar weer eens op. Meteen een nieuwe ruit in laten zetten. Dag, meneer. Dag, Struik. Dag, meneer. Ah, dag, Struik. En, waarom? Als jij die kerels soms in een larve kunt grijpen... Roep me er even. Ze hebben nog een flink pak slaaf op het tegoed. Ja, over de aard van de bestraffing ligt de keus van de bestraffing toch zeker wel bij mij. En nog wel ergens anders, veldwachter. Ik bedoel, bij mijn edelachtbare heer de burgemeester. Tot ziens, Struik. Hoor je net? Tot ziens. Ziens. Goeiedag. Meneer de burgemeester. Oh, meneer de burgemeester. Dag, meneer. Hé, wat is dat? Hallo. Wat nou? Wat krijgen we nou, zeg? Hebben je niet genoeg eten gegeven in de vergolde kip... dat je nou wat aan het hamsteren bent voor de volgende winter? Alsjeblieft. Zeg, hoe kan je dat nou allemaal dragen? Zal ik je even wegbrengen met de bakkenfiets? Nee, dat is niet nodig, laat maar. Oh. Trouwens, je kan je niet mee naar huis nemen, want ik ben nog niet klaar met de schoonmaak. Wat nou? Zeg, wat ben jij netjes geworden? Heb je een zaadje aangestoken? Mens kan toch veranderen? Ja, mens wel, maar jij niet. Dus ik moet je niet wegbrengen? Nee, laat maar. Een andere keer. Oh. Maken we er een feestje van. Oh, fijn. Vanavond? Nee. Een paar dagen later. Een paar dagen? Moet je een paar dagen schoonmaken? Ja. Weet je wat jij bent? Je bent ziek. Hé, nou, zeg, wat ik je broek. Ik ben helemaal over brommen gesproken. Draai je hem ook. Ja. Ik ga. Ja, hey, u. Ja, rustig. De groeten, hè. Hé. Kan jij nou niet eens even wachten tot ik binnen ben? Kan jij niet even wachten tot ik buiten ben? Nee, Vlegel, nee. Kom, kijk uit. Loop heen. Dit is toch verschrikkelijk ook. Nou, die heeft zijn dag weer vandaag. Nou, veldwachter, je bent gewoon te dik, man. Huh? Ja, daarom zat je daar in de knel. Ja, die deuropening is wijd genoeg. Dus jij vindt dat ik te dik ben, hè? Ja. Van Dijk, bij jou is de ernst ook helemaal weg, hè? Zal ik jou eens wat vertellen? Dat gaat met jou de verkeerde kant op, man. Ja, ik begrijp het wel. Invloed van die zwerver, hè? Pas maar op, nou mag je weer te dik. Mm. Maar zeg, vertel eens even, waarmee kan ik je verdiend zijn? Waarmee? Oh ja, ik kwam je vertellen dat als jij hier door het dorp een paar kerels ziet lopen... Oh, die zie ik zo vaak hier lopen. Oh wat? Ja. Wat, ja? Kerels genoeg. Zeg, als je ze gezien hebt, wat hadden ze aan? Nou ja, een tijdje geleden, zeg, toen heb ik er nog eentje gezien met een gleufhoed. En een kwartiertje geleden was er nog eentje met een hoge hoed. Stop! Hooghoed. Ja. Hooghoed.
Waar ging die heen? Ja, naar zijn huis. Zijn huis? Ja. Maar over wie heb je het? Over meneer de burgemeester. Meneer de burgemeester. Dat is toch ook een kerel? Dat is een heel deftige kerel. Want dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel twee ongure individuen. Oh. Ja, zwervers die vanmorgen vroeg, heel vroeg, geprobeerd hebben een inbraak te plegen. Ja, ja. Hm. Bij de burgemeester? Niet bij de burgemeester, bij boer Struik. Oh. Oh. En waar binnen die mannen nou? Ja, ja, kijk eens, de boer die kwam met zijn knecht het huis uitrennen en toen zagen ze dat die twee kegels het bos in vluchten. Oh, ja, dan moet je hier niet wezen, moet je het bos wezen. Van Dijk, begrijp je nou nooit eens wat? Ze kunnen dat bos toch alweer verlaten hebben, nietwaar? Nou, voor hetzelfde geld kunnen ze nog best in dat bos zijn. Maar, weet je wat jij nou doet? Hou jij je ogen dan maar eens goed open. Ja, ja, goed, ik zal mijn ogen open houden. Juist. Hm? Over bos gesproken. Wie woont er eigenlijk in het bos? Wie woont er in het bos? Kaboutertjes, is het nou goed? Nee, nee, Zwiebert bedoel ik. Zwiebertje? Ja, Zwiebertje. Die kan van mij ook wel eens heel goed zijn ogen open houden. Goeiedag. Nou, professor, moet je eens even ruiken. Oh. Het water komt me in de mond. Oh, bruine bonen met spek. Hoe je dat, Lobbes? Bruine bonen met spek. Echt volksvoedsel van een ontroerende eenvoud. Nou, lust ik wel pap van, jongens. Geef me maar een soepbord vol. Ah, bonen, spek van zwiepsap. Nou, hoor je dat, grote weldoener? Alleen al de geur van je heerlijke gerecht heeft een geneeskrachtige uitwerking op mijn beschermeling. Hé, hey, wat heb je ineens? Sst, ruiken. Duiken. Lekker brons door de veldwachter. Hoe weet ik tenminste? Ja, kijk dan, als ik je bonen... Ja, weg. Weg met die gulzige kop onderdeken. Kom, de veldwachter nadert. Het is hem. Wat nou? Helemaal niets bijzonders. Ik ga maar naar buiten. Ik vang hem wel op. Oh, ja, ja, maar als hij hier binnenkomt, dan zijn we er gloeiend bij. Wel, nee, dan laat ik hem gewoon een pakje stuiteren. Laat het maar aan mij over. Hé, hey, zie je me niet? Hé, hey, wat hoorde ik nou voor een klein stemmetje? Zie je me niet? En ik zie helemaal niets. Ik zei, zie je me niet? Hé, hey, zie je me nou nog niet? Hé, hey, waar, wie? Boe, boe, mag de mis horen wel aan zitten. Kijk nou toch eens even. Ik dacht al, ik hoorde een heel klein stemmetje. Hé, hey, zie je me niet? Hé, hey, zie je me nog niet? Nou, en ik zag niks. Ik zag niks. Hallo, Brom, ben blij dat ik je zie. Heb jij het of krijg jij het, hè? Dat weet ik helemaal niet, maar je hebt me... Zo laten schrikken, stouterik. Mm. Ja, ik kom hier om je te spreken. Uitstekend, ga maar even zitten, hè? Nee, ik ga liever naar binnen. Wat? Nee, 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 niet naar binnen toe. Ik ben met de schoonmaak bezig. Je kan nou niet binnen. Het is vet een rommel. En ik schaam me gewoon een ongeluk. Ik heb ook mijn eergevoelens huis gehouden. Man, zwommetje, maar lief niet. Zo netjes ben jij niet. Nooit geweest. Me niet beledigen, begrijp je dat? Anders luister je niet eens naar één woord van wat je me te vertellen hebt. Ga zitten. Nee, niet naar binnen. Hop, hop. Zitten. Oh, met je flauwe kulmetje gaat zitten. Nee! Dat nog lachen ook. Ja, moet kijken. Kijk, daar naar beuvelement. Levensgevaarlijk. Ja, hè. Oh, nou. Schijn maar uit met je smoesjes en vertel op wat je mij hebt te vertellen. Nou, dat is zo. Dat is ik zo. Kom je hier vertellen dat vanmorgen vroeg... Ja. ...een paar heel gevaarlijke kegels het bos zijn ingevlucht. Hier wat? Ja. Met de twee gevaarlijke. Oh. Ja, inderdaad, twee. En jij kan mij beschermen, hè? Beschermen als hij eruit. Ze zullen jou er zeker niks doen. Bij zo'n kale jonker als jij bent. Er valt nog niks te halen. Nee, Sliep, luister. Ik kom jou vragen om je ogen open te houden. En zodra je wat merkt, kom je mij waarschuwen. En ik zorg voor de rest. Oh, jij zorgt voor de rest? Ja. Ja, dus... Nou, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Maar ze aankloppen. Nee, jongen, je hoeft niet bang ja, te zijn. Ja, dat zeg jij nou maar. Stel je voor, ik ben dan helemaal klaar met als ze die rommel bij me zien. Ja. Ga eens van mijn matje af. Ga verder met de schoonmaak. Ja, daar moet ik zorgen. Zeg, wacht even met dat kloppen, hoor. Nee, wacht nou even. Ik ga al. Ja, ik ga het. Goed, luister. Hij is alweer. Hallo? Hun? Ja?
mee. Kom met de voorschijn. Luister eens even. Brom, brom, brom. Brom, brom, brom. Koekoek, koekoek. Bromson is net weg. Ja, wat wou die Bromtol nou? Wat die wou? Ja. Hij zei, hij kwam me vertellen dat er twee gevaarlijke misdadigers in het bosje zijn gevlucht. Hij zei, als je die twee... Als je die... Stil. Hij zei, als je die twee ziet... Ja. Kom me naar hem. Onmiddellijk waarschuwen. Ja. Dus je weet het. Je weet... Je weet het, als je die twee gevaarlijke kerels... Als je die ziet... Meteen Bromson waarschuwen. We gaan bruine bonen eten. Dus je hebt geen spoor van die kerels gevonden, veldwachter? Nou, dat wil zeggen, meneer. Ik heb hier vannacht dus diep over nagedacht. Vannacht? Maar dan moet je slapen, man. Ah, ja, meneer, dat is voor een gewoon mens. Maar bij een dorpsveldwachter achtervolgt de plicht om tot in zijn bed te lachbaren. Kom, lesal, veldwachter. Jij wordt nog eens ridder in de orde van Oranje Nassau. Meneer, als dat zou kunnen. Ja, 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 wel, dat wel. Maar dan moet je het wel eens een maand lang zonder slaap kunnen doen, veldwachter. Ja, meneer, ik ga me direct oefenen, meneer. De plicht die je in je bed achtervolgde, heeft dat offer je nog wat gebracht. Ja, ziet u, ik heb wel een vermoeden, meneer. Oh, weer een vermoeden. Wel voorzichtig met je vermoedens, veldwachter. Ja, natuurlijk, meneer, ik weet het. We moeten eerst zekerheid hebben. Ja, uitstekend. Wil je deze paparazzi even naar het gemeentehuis brengen, veldwachter? Tot uw orders, meneer. Veldwachter. Veldwachter, alweer op pad? Ja, je verzaartje. Ik ga weer eens een keertje de gewichtige man uithangen. Zoals u gisteren zo fijntjes opmerkte. En dat nog wel in het bijzijn van een middenstander. Maar dat was toch maar een grapje? Ja, je verzaartje, maar ik hou niet van die grapjes. Moet je niet zo boos kijken? Boos? Ik kijk niet boos. Ik ben diep teleurgesteld, je verzaartje. Zo'n verregaande vernedering had ik echt van u niet verwacht, je verzaartje. Mallert? Wat nou mallert? Kom in. Zo warm. Zo, dat is echt een grapje. Kijk eens wat je hebt. Neem er maar een paar van de banketbakker. Je verzeker, dat kan ik nu echt niet doen. Dat is helemaal... Maar... Zo waardeer ik je nou. Mm. Ja? Lekker koekje, je verzeker. En jij bent een heerlijke veldwachter. Mm. En nog niet meer boos zijn, hoor. Nou, boos, nee. U zei toch zelf dat het een grapje was? Ja. Ik dacht nog wel dat jij van een leuk grapje hield. Een leuk grapje? Ja. Maar ja, we zullen bedenken dat u als een leuk grapje bedoeld heeft, hè, je verzaartje. Ja hoor. Dank u wel. Dan je verzaartje. Ja, veldwachter. Ik zal toch een beetje mijn woorden moeten passen. Wacht eens even. Veldwachter. Ja, heel kijk eens. Voor onderweg. Voor mij? Ja. Dank u wel. Dag, je verzaartje. Hij is zo gauw zijn teentjes getrapt. Maar het is toch een beste kerel. Kijk aan, Lobbes. Het gaat alweer. Zo'n dagje bedrust heeft wonderen gedaan. We zullen straks het verband maar afhalen, hè? Oh, de pijn is nog niet helemaal over, professor. Oh, nou ja, je kunt in ieder geval weer lopen. En dat is het belangrijkste, hè? Nou, lopen? Ja. Eet ook anders. Hoe is het even krijgen? 4 eieren, 6 boterhammen. Goeiedag. Ja, Lobbes stelt nu eenmaal prijs op een rustig en eenvoudig en sterk ontbijt. Ja, man als ik heeft toch eens een ondergrondje nodig. Jij? Een ondergrondje, bovengrondje, tussengrondje, nachtgrondje, een eindgrondje? Je doet niet anders. Als ik jou midden in de nacht wakker maak voor een pot ettensoep, dan ben je nog in staat om die ook naar binnen te werken. Ja, zijn constitutie vraagt er nog eenmaal om, hè? Wat je met dit kan doen? Kom, gaan we los. Ik ga de deken vluchten. Op, aan, rechts, aan, rechts, aan, rechts, aan, los, aan. Wegwezen! De veldwachter komt eraan. Mag ik jou niet wegkomen? Kom, kom, schiet op. Kom op, Truus. Goedemorgen. Hele, oh, Truus. Hallo, hey, wat prettig dat je me weer eens eventjes op komt zoeken. Wat wil jij er aan doen? Wat zou ik nou mijn doen wezen? Ik laat de geit uit. Geit? Een geit is toch zeker geen hond, man? Oh. Ja, oh. Nee, heb je gelijk. Een geit is geen hond. Nee. Kon ik het niet in mijn eigen geitje. Maar ja, hoor je dat, Truus? De veldwachter wil niet dat ik er eentje met je gaan wandelen. Nou, weet je wat we doen?
Dan zitten we jammer weer neer. Hey, ik zal hem even fijn binnen in de boom. Kom maar. Ruzie. Kom jij niet meer? Zeg, hé. Hey. Luister eens. Ik neem... Zo. En noem jij dat grote schoonmaak, hè? Hier, ja. Allemaal kippen door je huis. Ja, lopen maar los rond hier. Al die meubelen los. Kijk eens die tafels, hoe dat eruit ziet. Verschrikkelijk. Ja, maar ik en ik... Waarom wilde jij me feitelijk beletten om binnen te komen, hè? Ja, dat is nog een vrij loon in een en al rommel zelfs. Marie en Gert en Geurt en Bert, dus alles loopt gewoon door de kamer. Ik ben nog niet eens klaar met de schoonmaak. Ik schaam nu een ongeluk voor je. Ga maar mee binnen buiten. Ja, en eet jij tegenwoordig van 3 bordjes tegelijk, hè? Ik? Ja. Hier, hè? Nee. Verhit, 3 bordjes? Je hebt gelijk. Kun jij goed tellen, zeg? Zo. En al die eierschalen? Eierschalen? Eet jij 8 eieren bij je ontbijt? Nou, nee. Zij eet ook altijd mee, hè? Oh. Maar dit zijn lekkere eieren. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Oh, man, en soms eet ik een lekker vers, hoor. Wil je ook een eitje? Zal ik hem voor jou uitpersen? Jos, schijt toch uit. Vieze kledder dat je daar bent. Kledder? Ja, natuurlijk. Het is lekker ei. Het is meer dan een... lekker ei. Een vers ei. Hier, jongens, we hebben hier... kom jij ineens aan dat vers ei? Lekker, hè? Nee, moet hij het... lekker ei. Zo. Ha. Alsjeblieft. Ah, daar zijn de heren. Wat leuk. Kom er maar uit. Het carnaval is begonnen. Ja. Het lijkt net op een gekke veldwachter of zoiets. Oh, het is de veldwachter. Ja, het is de veldwachter. Wat leuk. En nou opschieten ermee. Ja. Juist. Hoor je dat, moppen? Ze mogen niet eens in een kippenhokje slapen. Ja, dat mag je van mij heel best. Maar ik heb een veel beter plek voor jullie. Ah, fijn. U verwijt en nou, ons. U verwijt geen ons. Commentaar. Opschieten. Nee. Ja, ja. En jij hoort nog van mijn vader. Nou, dat muisje, dat zal voor jou een heel... lang staartje hebben. Ja. Heb je bewijzen of alleen maar vermoedens als de vorige keer met die zjengse? Oh ja? Vermoedens, want ik heb bewijzen. Ooggetuigen. Wie dan wel? Struik. Boer Govert Struik. Ja. Hij hoorde glasgerinkel en hij zei me persoonlijk dat hij glasgerinkel hoorde. En dat hij toen 2 kerels weg zag redden. Deze 2 kerels. Ja. Is dat een glashard bewijs of niet? Glasgerinkel? Ja. Het raakt me. Jongens, maak je me niet ongerust. Kom dicht voor elkaar, hoor. Ja. Nou, hartelijk bedankt, hè. Niks te danken, hoor. Het is ontzettend leuk dat je geweest. Ik zie je nou wat eens een keer. Hij heeft me niet ouwe gehulp. Opschieten. Nou, nee. Hij heeft niet naar rechts. De volgende keer bij ons, hè. Direct naar het slaghuis. Zo. Nou, het been. Het beste met je been. Au. Ja, dat dacht ik wel. Nou, klaar zijn we. Nee, Truus. Hier. Ja, toen net bij me. We zitten zwaar in de puree, kind. Jij hoeft ook niet zo zenuwachtig te zijn. Veldwachter is toch wel weg, hoor. Maak jij je me niet te sappel. Hé? Nee, hoor. Goed, hé. Weet je wat ik ga doen? Nou? Ik ga brom. Achterna. Hey. En nu? Nou, mijn hok. Dat moet je al verstaan, neem ik. Oh, wat doe je nou allemaal? Ik ben op een zenuw. Ik kan er niet eens uit. Jij blijft thuis, ik ga alleen. Hompel, vind je hem niet kwalijk. Dus jij hebt het ook al gehoord? Ja, maar hoe kan je ook zo dom wezen om die 2 mannen in je huis op te nemen? Nou, dat is helemaal een toppetje. Opnemen. Ze zaten al in mijn huis toen ik thuis kwam. En denk erom, Sar, het waren best aardige kerels. Nou, als ik de boer en de brommer geloof, dan zijn er 2 boeven. Ja, dat dacht ik ook, maar nou niet meer. Waar is Brom eigenlijk bij de eilabber in? Nee, die is naar de boerderij voor onderzoek. Met die 2 gevangenen? Nee, die zitten in natuurlijk opgesloten. Wat, de boerderij? Ja. Dat heeft hij me persoonlijk gezegd. Mij persoonlijk gezegd? Ik hoorde de boer persoonlijk zeggen... ik hoorde glasgerinkel. En ik zag de beide kerels wegrennen. Even later verschenen er 2 dreigende boerenmannen en die riepen... Dieventuig, we zullen jullie. Nou, we stonden als aan de grond genageld. We renden die 2 kerels achterna, maar ze verdwenen in het bos. Sar, erachteraan. Waar nou achteraan? Achter Brom eraan natuurlijk. Misschien lukt het me, en als het me niet lukt, dan zien we wel weer. Wat heb je nou je dolle hoofd weer? Oh, dat is toch dommend. Zie me. Dag, Ron. Doe er geen domme dingen, Zwieber!
Dus hier kwamen ze uit. Ja, ja. En waar stonden jullie? Daar. Nou, kom dan. Zo, en daar zijn ze door binnengekomen? Ja, en in die linnenkast had ik al mijn geld opgeborgen. Als de knecht en ik niet door het lawaai gewekt waren, dan hadden ze een mooie slag kunnen slaan. Ja, ja. Maar we hadden ze door benen gebroken, als we ze te pakken hadden kunnen krijgen. Maar knap dat je ze hebt opgespoord, veldwachter. Was het deze eruit? Ja, gisteren meteen een nieuwe ruit te laten zetten. Juist, ja. Ja, ja. Kom mee. Wat? Oh. Hier lagen de scherven. Oh, op de scherven. Ja. Heb je die bewaard? Bewaard. Waarvoor? Waarvoor? Oh, ja, natuurlijk. Ik dacht, de veldwachter zal ze wel willen zien. Juist. Pleun? Wat? Ja. Zo. Zeg, die linnenkast waar jij je geld in bewaarde, waar staat die? In de mooie kamer, hiernaast. Wat is dat toch dom van je? Waarom breng je die naar de boerenleenbank? He? Daar is je geld toch het veiligst? Vader en grootvader hebben het ook altijd in de linnenkast bewaard. En er is nog nooit wat gebeurd. De vrouw houdt het geld liever in huis. Zo'n vreemde bank vertrouw ik ook niet helemaal. Ga zitten, veldwachter. Wat ik zeg wil, boerin, je klets maar wat. Die boerenleenbank die is zo veilig als wat. Mijn eigen burgemeester heeft zijn geld erop staan. Zeg, hoor je dat, Pleun? Zelfs meneer de burgemeester. Ja, maar zijn geld bewaren ze natuurlijk op een extra veilig plekje. Nee, je kan het op die linnenkast veel veiliger. Wat krijgen we nou? Wat doe jij hier? Mogen boer in. Ja, ik vroeg je wat. Bewijzen? Ik begrijp niet waar jij je mee bemoeit. Nee. Maar goed, wil ik je wel vertellen, hoor. Nou, dat kunnen graag. Hier zijn de bewijzen. Huh? Ja, de scherven lagen hier op tafel. Ja, waar bemoei jij eigenlijk mee, zwiebertje? Nou, gewoon. Denk eraan. Mams geheim. Ja, dat is een zaak, mensen, die moet ik nog onderzoeken. Heb hij soms... Nee, zwiebertje. Nee. Dat wil zeggen... Dat is een heel andere zaak. Zo. Dus die ruit is ingedrukt. Ingedrukt? Nee, ze stonden er veel te ver vanaf. Ingegooid natuurlijk. En waarmee, als ik even vragen mag? Ja, waarmee? Want dan vragen ze dat dan weer met een steen natuurlijk. Ja, wie ondervraagt er hier nou? Jij of ik? Allebei. Oh ja? Ik heb een vermoeden. Vermoeden? Ach man, vermoedens zijn toch waardeloos. Zekerheid moet je hebben. Kijk, en ik heb zekerheid. Waar is die steen? Zeg, Pleun, jij hebt die steen soms ook weggegooid. Steen? Wat voor steen? Ik heb helemaal geen steen gevonden, alleen maar scherven. Wat? Maar dan is die ruit niet ingegooid. Dan is die ruit ingedrukt. Nee, dat kan niet. Toen ik naar buiten stormde, zagen we net die twee kerels die in die hooiberg gingen. Ik weet het zeker. Maar hoe kan dat dan? Nou, dat raam stond wijd open, net als nou op het haakje. Dat doe ik altijd, s'avonds, om een beetje frisse lucht binnen te krijgen. Dat weet jij ook, Gover. Ja, maar als die kerels dat geweten hadden, dan hadden ze die ruit ook niet in hoeven gooien. Ja, wat heeft het nou te betekenen? Dit haakje bedoel je, boerin? Ja, dat haakje. Wat is daar voor bijzonders aan? Je kijkt zo vreemd. Ja, waar bemoei jij je nou feitelijk mee? Help eens even. Ja? Mijn koffie. Hier, luister eens even. Dit is het haakje. Ja, maar waar is het oogje? Waar is het oogje? Ja, waar is het oogje? Dat gaatje, daar heb het in gezeten. Ah, ja, maar waar is het nou? Nou, dat zal ik je nou eens haven uit elkaar zeggen. Kijk eens, het stormde die nacht of zo. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Rustig jij, dat zal ik je nou eens helemaal, zal ik je lekker fijn uit de doeken doen. Hé, kijk. De storm loeide, de deuren kletterden, dakpannen gleden van de daken af. De ramen stonden te piepen en te knarsen op het haakje. Piepknars, 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 piepknars. En opeens een rukwind. Ring-ting, ring-ring-ting-ting. Hoogje weg, haakje zat er aan. Het klepperde in de weer en opeens ring-ring-ting-bam, ring-ting-bam. Ruitenscherven. Mama, maar dat is toch alleen maar een vermoeden, man? Zeg, Pleun, heb jij dat oogje soms opgeveegd met die scherven? Nee, dat had ik het toch moeten zien? Alsjeblieft. Geen oogje, hè?
geen steen, hè? Ja. Hé. Hey. Wacht eens. Wat? Nou? Ja, hou je snij, Brom. Oh, pardon, me niet kwalijk. Laat me even. Nee, Brom. Kijk nu. Het oogje. Alsjeblieft. Het oogje. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat is vrij eenvoudig. Het aagje en het oogje. Het aagje en het oogje zaten in elkaar. Een ruk weer tegen het raam. Het oogje viel eraf. Wat bleef er toen nog over? Het haakje. Bewijs. Maar die kerels dan? Ja, het lag er voor de hand dat die kerels het gedaan konden hebben. En laat dat raam s'nachts ook niet meer openstaan. Je ziet het één brok ellende. Alsjeblieft, ja natuurlijk. En ik mijn nachtrust maar opofferen, hè. Ja, goed. Daar ben je veldwachter voor, hè. Ja, ik ben in ieder geval blij dat mijn onderzoek een gunstig succes heeft opgeleverd. Neem me niet kwalijk, veldwachter. Ik had je geen last willen bezorgen. Ah, nee? Maar je hebt het toch maar wel gedaan, hè? Een kop sterke koffie. Ja, hè? Dat zijn we meteen. Oh, mijn koffie. Ja, ik denk ik neem een paar centjes mee. Dat is echt leuk als je nou je huisje zo mooi schoon hebt gemaakt. Dat geeft het geheel een beetje extra feestelijk tintje. Een paar centjes mee? Je ziet je centjes. Oh, centjes. Nou, ik vind het geweldig. Zo'n leuke centjes. Dan centjes. Net een brok linten. Je maakt er wat van, hoor. Ja, ik maak er wat van. Zeg, daar zitten twee haken. Hé, hey, wie zijn haken? Voel je je niet een beetje opgelaten met die twee kerels? Wel, nee. Dat is ze zeggen, eerst wel, later niet. Later niet. Oh ja, ik vond het anders maar een raar stelletje. Nou, raar vind ik leuk. Hé. Kijk of ik nog een verrempeltje. Ik heb nog twee torpedo's. Nou, geef mij er ook maar uit. Ja, er ook één. Esri. Dank je wel. Een puntje. Ja. Hé. Wel een spuur genomen. Hé, muizen. Wordt geklopt, wat zei dat nou weer? Ja. Hoe later op de avond, hè? Misschien wel je façaadje, heb je die niet uitgenodigd? Zo laat nog? Ja. Ik ga wel even kijken. Nee, kijk nu toch eens even! De professor, Swaffer, kom binnen! Nee, we zijn nogal gepresseerd. We moeten een onderdak zoeken voor de nacht. Schamele schuur of zo. Maar goed, hier, dit is als dank voor het aangenaam verpozen. Maar kom toch even binnen! Nee, we moeten onmiddellijk weer weg. Oké, tot ziens dan. Het is druk vanavond hier. Ja. Wil je dat nou weer wezen? Geen idee. Ik ga maar weer kijken. Zo, en nogmaals, en nogmaals hartelijk bedankt. Hè. Ja, en voor de bruine bonen met spek. Ja, dat zie je. Oh. Wat zegt die? Ja. Voor de bruine bonen met spek, dat. Bruine bonen met spek? Kom aan, de pakpaling. Wat zegt dat nou? Ja. Wat denk jij? Wat zegt ik? Nou. Wat denk je dat dit zal wezen? Nou, ja, wat zal het wezen? Hè? Wie zal het zeggen? Moet het openmaken. Topenmaken. Ja, en voorzichtig. En niet zo schuimen hier, want je hebt het zo netjes aangeharkt. Kijk eens even. Prachtig, hè? Geweldig. Jongen. Zeg eens wezen. Ja. Schitterend. Een mooi blommetje. Ja, zeg. Nou, is toch aardig van die kerels, hè? Ja, maar ik zou ze maar gauw in een potje zetten, want anders verdrogelen ze. Ja, weet je wat ik doe? Ja. Ik zet ze in de tuin. Zal zaar morgen. Een ogenblik. Wat ziet ze in te? Oh ja. Op je, ga binnen jullie. Nou,
Maar ik kan ze niet erin. Ze zijn zelf op. Waar zouden die knapen dat nog zo laat vandaan gehaald hebben? Nou, midden in de nacht. Ik weet het niet, maar als je mij vraagt... Ik vraag het je niet. Hij zegt het ook wel, moet je zien. Niet waar, Jaco? Die blommetjes kennen wij. Die hebben we ergens anders gezien. Ja? Weet je waar die nou vandaan komen? Geen idee. Nee, die hebben die mensen uit de tuin van Bromsnor gejat. Ja, ik heb ze... Die hut! De tuin van Bromsnor. Ik heb ze vanmiddag nog zien staan groeien. Oh, zag je dat? Ja. Hé, toch aardig van ze, vind je niet? Ach, die goud eerlijke kerels bedoel je, hè? Ja. Ik vind het toch aardig dat ze die dingen eventjes komen brengen. Ja. Maar wat moeten we ermee doen nou? Nou, ik zou ze maar gauw terugbrengen. Terug? Ja. Terugbrengen? Nou nog? Zeker. Midden in de nacht? Ja, juist. Vooruit. Nou ja, als jij het zegt, hier laten we die ook meenemen. Ja. Komt die erin te kort. Juist vannacht. Hè? Want dan merkt Brom er niks van. Oh, ja. Daar heb je gelijk in. Vind het jammer. Vond het een mooi cadeau. Ja. Maar voor wordt je goud... Wordt een vannacht. Voor je goud eerlijke vrienden moet je wat over hebben. Ja, dat is waar. Vooruit. Dat mag aan. Ja. Wat een dag. Jaco